Welkom bij A2 Actueel. In het zuiden van de stad Maastricht is het eerste gedeelte van de ruwe betonbouw van de tunnel af. En ook daarom worden er de eerste 170 stalen damwandplanken er één voor één uitgetrokken. Nou, deze planken waren nodig zodat er in die bouwkuip droog en veilig gebouwd kan worden. Maar dat is zelfs in deze stromende regen niet meer nodig. Hoe gaan jullie die stalen schotten verwijderen? Daar gebruiken wij een trilblok voor. Een trilblok is een soort machine die trillingen kan veroorzaken. Die wordt met een klim op de damplank wordt die verwijderd gezet en dan trekken we trillende planken eruit. Hoe lastig is deze klus? In principe niet zo heel lastig. Het plaatsen van een damwandscherm is moeilijker omdat je dan alles recht moet positioneren. Dit is gewoon een kwestie van klimmen en eruit trekken. We mogen niet op het werkterrein zelf filmen, want tijdens de werkzaamheden moet er rekening gehouden worden met bodemverontreiniging. Dit komt omdat er in de vorige eeuw een oude stomerij oplosmiddelen in het grondwater terecht heeft laten komen. En zelfs de bouwvakkers hebben hiervoor beschermde kleding nodig. Is het een gevaar voor de omgeving, dit werk wat jullie nu doen? Nee, risico's voor de omgeving worden niet verwacht, ook niet voor weggebruikers. Want? Nou, dat komt eigenlijk omdat we weten welke concentraties aan verontreiniging in de grond zitten. Het gaat met name om vluchtige stoffen. En dat betekent dat op het moment dat die damwanden uit de grond worden getrokken, dat bij contact met de lucht die vluchtige stoffen meteen verdampen. En dat is eigenlijk ook de reden waarom die werknemers veiligheidskleren aan hebben, omdat ze met de neus op het werk zitten. Jullie houden als gemeente Maastricht deze operatie goed in de gaten. Waarom eigenlijk? Ja, het is wel belangrijk dat er gewerkt wordt volgens de vergunning die we afgegeven hebben. Er worden bepaalde voorwaarden ingesteld en dat controleren wij. En daarnaast is het natuurlijk ook, zonder overlast gaat het niet, maar we willen wel dat de overlast zo beperkt mogelijk is voor de omwonenden hier. Hoe controleren jullie dat? Nou, dat doen we door onder andere het geluid te meten. Ja. En dat hebben we vanochtend ook bij het trekken van de eerste damwandplank zijn we meteen het geluid komen meten om te kijken of dat binnen de gestelde normen is. De waaioverlast zal wat lastig zijn. We proberen dit werk ook zo snel mogelijk klaar te krijgen dat geluidsbeperking of geluidsoverlast minimaal wordt beperkt. Hoe doen jullie dat? We gaan lange dagen werken. We werken van 7 tot 9 is de bedoeling. We gaan zaterdag ook door. En we proberen die tijdsbestek zo kort mogelijk te houden. Zoals u weet kunt u meedoen met onze fotowedstrijd. En onlangs gingen de eerste winnaars de bouwkuip in om daar een rondleiding te krijgen. Wilt u ook kans maken op zo'n rondleiding? Stuur dan nu uw mooiste foto naar het onderstaande e-mailadres. Voor nu, bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.